Ja, vrienden, dat hele corona-gedoe. Oei, het is toch ook wat ook, hè? Ik zit gewoon geestelijk, zit ik gewoon in die, hier. In de spagaat. Ja, ik kom er gewoon niet uit. Nee, want ik weet bij God ook niet meer wat ik moet denken. Moet ik naar die kant op denken? Moet ik die kant op denken? Ik weet het niet. En als je mensen op tv ziet, dan spreken ze zich ook niet meer uit ook. Nee, ze zijn gewoon bang. Want ze denken gewoon, ja, als ik dit beweer, dan krijg ik een heleboel bagger over me heen. En als ik dat beweer, dan krijg ik nog meer bagger over me heen. En zo gaat dat maar door. Ja, dus dat is de moeilijkheid. En daarom, ik wil gewoon van jullie weten. Ik wil het eigenlijk gewoon eens een keer van jullie weten. Wat vinden jullie nou eigenlijk van de hele toestand? Want dat is het gewoon. En schrijf nou eens een keer naar elkaar en op dit platform en geef elkaar een inzicht in hoe je denkt. Doe dat nou eens en aan mij ook tegelijkertijd. Ja, want er zijn zoveel onderwerpen waar je een mening over kan hebben. Of waar je iets van kan vinden, ja of nee. De derde prik, moet dat? Ja, geen idee. Ja, experts zeggen van wel. Neem die derde prik. Er zijn andere mensen die zeggen, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Ja, toch, daar begint het al mee. Derde prik, mondkapjes, ja of nee. Moet dat? Ja, de ene expert zegt wel, de ander zegt van niet. En ja, jullie weten hoe ik erover denk. Maar ik wil nou eens weten hoe jullie daarover denken. Ook over de logica bijvoorbeeld. Van de maatregelen. Ja, ook zo eentje. Ja. Ja, dit mag wel, dit mag niet. Die mensen mogen dat weer doen en die andere mensen mogen dat weer niet doen. En niemand snapt meer hoe het zit. Bijvoorbeeld dat er nog niks is gedaan aan de zorg. Ja, ik noem maar wat. Ja, want dat werd al beloofd. Ja, nee, er komen meer IC-bedden bij en weet ik veel allemaal meer. Ja, wat vinden jullie daar dan van? Is dat gebeurd? Is dat niet gebeurd? En als het niet gebeurd is, waarom niet? En hoe denken jullie daar dan over? En neem de coronapas. Ja, is ook zo eentje. Ja. Het moet ze overal laten zien, niet laten zien. Al die tegenstellingen die er zijn tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Zijn de gevaccineerden de pineut van de niet gevaccineerden? Zorgen de niet gevaccineerden voor volle ziekenhuizen? Of is dat helemaal niet zo? En ga zo maar door, ga zo maar door. En moeten er speciale maatregelen komen voor niet gevaccineerden? En het gaat zelfs zo ver dat in families en tussen vrienden en noem maar gewoon slaande ruzie is over dit onderwerp. Dat mensen het gewoon eigenlijk niet meer kunnen bespreken met elkaar. Zo ver gaat het al. En wat vinden jullie daar dan van? Laat het mij weten. Schrijf het op. En we gaan het elkaar vertellen. En we gaan eventueel zelfs met elkaar in discussie.